Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van de gemeente Zeewolde, die dinsdagavond 3 januari 2017 werd gehouden in kunstpaviljoen De Verbeelding, konden de aanwezigen elkaar, maar ook burgemeester en wethouders, onder het genot van een hapje en een drankje de beste wensen overbrengen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hield burgemeester Gerrit-Jan Gorter zijn nieuwjaarstoespraak. 2016 was een jaar van verandering. Het einde van de crisisjaren kwam in zicht. Een aantrekkende economie zorgt ervoor dat ook in Zeewolde die ontwikkeling merkbaar is. Er wordt weer meer gebouwd. Er wordt weer meer grond verkocht. En zo kunnen we doorgaan. Zeewolde staat er goed voor. Aansluitend was het de beurt aan Manne Schopping, die met zijn conferentie terugblikte op het afgelopen jaar. Heel iets anders. Ik droomde laatst dat ik meedeed aan 1 tegen 100. Ken je dat? 1 tegen 100, dat is dat programma van Caroline Tensen. Dat is nog familie van die Tensen van de Gruttoweg. Daar hebben wij onze caravan staan. Ja, je kunt verder niks met deze informatie, dus vergeet het maar weer. Maar als je mij dan een keer met het caravan door het buitengebied ziet scheuren, ben ik niet op zoek naar een boerencamping, maar dan ben ik dus net bij Tensen aan de Gruttoweg geweest. Vraag 1 bij 1 tegen 100 was: welke partij had in 2016 de meeste goede voorstellen in de gemeenteraad? Is dat A, Leefbaar Zeewolde, B, VVD, C, Zeewolde Liberaal? Geen flauw idee. Dus ik zeg, kan ik mijn eerste escape inzetten? Volgen jullie de gemeenteraad trouwens een beetje? Ja, je kunt die raadsvergaderingen nu rechtstreeks volgen via een livestream, wist je dat? Schijnen heel veel mensen te doen. Ik heb een tante die dat ook doet. Ik zeg tegen haar, ik wist niet dat jij in politiek geïnteresseerd was. Nee, dat was ze ook niet. Ze volgde de gemeenteraadsvergaderingen op doktersadvies. Dokter, ik kan de laatste tijd 's avonds zo slecht in slaap komen.